Mathijs Nielsen, een van de jonge spelers die overgekomen is van OHL. 19 jaar, hoe zag uw carrière er tot op dag van vandaag al uit? Ik ben begonnen voetballen bij Pilsen toen ik 4 jaar was. Daarna ben ik naar Genk gegaan, rond 10 jaar leeftijd. Daar heb ik 6 seizoenen gespeeld en dan ben ik naar Leuven gegaan en daar heb ik ook 3 seizoenen gespeeld. Welke zijn uw sterke kwaliteiten, Mathijs? Verdedigend 1 tegen 1 en aanvallend 1 tegen 1. Mee opkomen, zijn ze wel. Bent u altijd verdediger geweest? Nee, ik ben begonnen als links voor en dan op 15-jarige leeftijd hebben ze me omgevormd tot linksbak, waar ik nu ook speel. Met welke ambities bent u naar ASV Geel gekomen? Om zoveel mogelijk minuten te maken en ook om hoog mee te draaien in de competitie. Proberen aan de top te spelen. Ik heb me ook laten wijsmaken, Mathijs, dat je vorig seizoen nog een job combineerde bij OHL door het vervoeren van andere medespelers naar de training. Ik nam 3-4 spelers altijd mee. Dat was altijd gemakkelijk, want dan betaalden ze mij. Kon ik daarmee altijd de NAF betalen. En zo konden we allemaal samen gaan. Dat was altijd fijn. Is dat van de dag van vandaag ook nog van toepassing? Nee, nu rijden we met 3 naar hier. Oleg Tcheprasov en Stijn Jeurs. En dan wisselen we gewoon af. Oké, goed. Bedankt, Mathijs. En veel succes nog.